Moeilijkste dieet dat ik ooit ga volgen. Bijna helemaal FODMAP proof. Precies. Ja. Robin de Reep. Echt een aanrader. Heleboel. Er is heel veel respect voor die mensen die dus... Wat een leuke jurk heb ik aan. Nou, wat verrassend. We hebben op de weg naar huis. Ik was bij haar. We gaan nu samen door ziek. Iets heftigs eigenlijk. Voor de hele reden waarom de relatie hier niet lukte. Waarom ik er niet voor kon gaan. Hele gevonden reden. Maar nu dus heeft hij dus het besef van ja, al is dat zo'n gevonden reden. Ik kan mijn geluk met Charlotte niet laten verpesten. De wijk gaat nu helemaal voor elkaar en nu gaan we, doen we het samen, zeg maar. Dat wat hem tegenhield. En dat is super zwaar. Heel intens, maar ik wil ervoor hebben over een paar maanden. Hopelijk helemaal alles een lekkere toekomst. Die we nu tegemoet gaan. Dus een beetje moe. Grote kans dat ik daardoor zo vaak moe ben. Maar ook doordat ik dus bijna zeker een spastische darmsyndroom heb. Ik ben me dus aan het verdiepen in FODMAP. Wat ik zei, ik ben net even boodschappen gaan doen. Dat is echt moeilijk. Wat voor brood ik mocht kopen. Alleen voor 5 euro soort jasbrood van de Jumbo of zo. Cold brew latte met amandelmelk. Heel weinig. Ik zei, ik vind dat zo melkig. En de cold brew was op, dus het is gewoon een koffie. En daar betaal je dan 4,75 voor. Blijft idioot, maar oké. Okay. Hallo. Ik heb met waterspray gedaan. Dit brood dat ik eergisteren kocht, mag ik dus ook niet meer. Zuurdesem. Tarwemeel. Tarwe mag ook niet, voor zover ik weet. I bought eggs. Ja! Yeah. Heel duur brood. Komkommer. Vanavond ga ik spring rolls eten, dat kan allemaal wel. Groene kruiden kan ook, vis ook. Tagé had ik al gekocht. Volgens mij mag het allemaal ook. Het is denk ik het moeilijkste dieet dat ik ooit ga volgen. Want je mag heel veel niet. Maispasta. Qua avondeten is het nog wel makkelijk. Want je mag aardappel, rijst, mais. Maar qua... Iemand belt mij. Ha. Qua eten... Als ontbijt vind ik het moeilijk. Een havermout mag wel, dat is toch ook tarwe, of niet? Nee. Haver. De. Hé, hey, ha? Ik heb door jullie gebeld om een afspraak te maken naar aanleiding van een doorverwijzing. Maar toen was ik ziek op dat moment, dus ik zou jullie zelf terugbellen. Maar wat is uw geboortedatum? 28/4/1993. En de achternaam? Blitzbloem. Moet ik dat spellen? Oh ja. Oké. Kiddo, let's make some spring rolls. Bijna helemaal FODMAP proof. Dit is goed, rijstvellen, mihoen, heel klein beetje olijfolie en zout opgedaan. Garnalen, alleen die waren dus in knoflook, dus ik heb ze helemaal afgespoeld. En nu is de knoflook minimaal. Tauge mag, sla, wortel, komkommer mag. Mango mag absoluut niet, maar ik heb echt het idee, ik had het al gekocht super rijp, dus ik vind het ook zonde weg te gooien. En ja, in één dag gaat mijn buik me toch niet over zijn. En ik heb hier volgens mij nog nooit last van gehad. Ik ben benieuwd, ik doe gewoon niet te veel. En dan ga ik ze lekker rollen en ik heb er heel veel zin in. Het is zaterdag en ik zou vandaag naar mijn oma gaan en naar mijn ouders. En ik heb normaal niet mijn weekend met haar nu. Maar door alles wat er nu speelt heb ik nu, kon ik haar dit weekend ook zien. Dus ik zei kom lekker naar mij, want je bent hier heel lang niet geweest. En dan gaan we lekker naar mijn ouders, naar mijn oma. Hij is pas één keer bij mijn oma geweest en één keer bij mijn ouders. Maar ja, nu zijn we natuurlijk officieel samen, dus dat gaat nu vaker gebeuren. Maar ik zit op de grond omdat mijn spullen vielen. Maar we gaan nu dus naar oma. En ik ben benieuwd hoe het met haar gaat, want ze had haar arm gebroken. Dus... Wij hebben net boodschappen gedaan voor oma. Super zware boodschappen. Hier staat het. En nu zijn haar en ik een haring aan het eten, want dat mag ik. En ik heb eigenlijk nog niet ontbeten. En ik heb voor oma nog gembertaartjes gehaald. En we hebben samen 3 haringen. En ik wil de konten niet en haar houdt van konten. Toch al? En het is dus vandaag mijn haar. Oh ja, maar dat vertel ik later wel. Ik heb het met hele goede zoepshampoo gedaan. En het is vandaag 34 graden. Gewoon één dracht. De afval kan hier. Dat mensen dat allemaal weggooien, dat is dus echt krankzinnig. Ha, en oma zijn nu de kaas aan het besnijden. H
Ha en oma die allebei niet in de vlog dus, zitten. Nee, dat was weer wat anders. Zit er veel schimmel op? Ja, dat waren net zoveel op jouw tekening. Oh, lekker. Ik heb het in 1 week niet gebruikt, wat dacht je? Wel lekker geitenkaas, dat mag ik ook. We hebben een drankje. Papa heeft dit. Waarom heb je de pizza die zacht in een restaurant? Ik heb van de week zitten lunchen. Oh, je mag niet met je buik op internet, hè? Bij Eiland met een lange ei in Amsterdam Noord. Influencer. Gratis reclame. Is hij sterk? Zo, ik kan het niet. Ik kan precies. Ja. Is het sterker dan mijn sapjes? Er zit koolzuur in en dat is anders. Het koolzuur is heel samen met de gember, ja. Oh, hij moet meteen hoesten. Double ginger beer, het enige wat erin zit is carbonated water. 55 calorieën in het flesje. Lekker zeg. Cane sugar, ginger juice, lemon juice, ginger extract, sodium citrate en natural flavors. Dus volgens mij behalve het koolzuur mag ik dat. Ik vind hem fantastisch. Ik vind hem echt met een heel. Je lip bloedt nog steeds helemaal. Ja, ga mij het flesje maar, schat. Maar het is op een natuurlijke manier gemaakt koolzuur. Dus het is niet heel erg gezond. Nou, volgens mij kan ik gewoon tegen koolzuur hoor. Volgens mij kan ik ook gewoon tegen brood. Ja. Nou, lekker hoor. Lekker prik. Ik bedoel die Marianne Riet. Medium prik. Oh, het is helemaal niet zoet. He, dit is gewoon eigenlijk gewoon een beetje een gember shot. Ja. Grappig. Oh, dus ik ben in 1 keer verkocht. Ik denk dat... Ik denk, het zou voor mij nog zelfs nog wel iets zoeter mogen, maar dit is wel gezond. Niet zoet, hè? Heel licht smaak alsof het light is. Hè? Ja. Maar daarom, dus ik drink af en toe, ik wil terug van de cola light en zo. Dus dat drink ja, dan moet je echt maar stoppen. Nee, bijna stoppen, maar... Bijna stoppen. En dan is dit een leuke om af en toe te... Dit lijkt me ook lekker met een beetje lemon soda ofzo, wat jij had in Zwitserland. Ja. Ja, toch lemon soda. Ik denk dat ze er 4 jaar zijn dan, ja. Maar Paatje had ik nooit eens over gehoord. Ik had 2 glazen water, maar ik weet niet, ik ben heel vergeten achter. Ja, zodra in een land toe is, dan is het goedkoop. Nee, hoeft het niet. En als ze dan op een gegeven moment... Maar je drinkt altijd wel wijn en dat is nooit. Alleen rode. Volgens mij echt 2 euro voor 1 shirt. 1,99. Eén shirt. Wie zit hier? Wie is dit? En de naden, meestal als je hier strijd. Hier is naden zijn perfect. Hier zijn paddenstoelen. Wist je dat er paddenstoelen in de boom groeien? Ja, die moeten eigenlijk even uitgetrokken worden. Maar het is wel 100% katoen. Dat vindt Melissa leuk. Nee, dat staat ook in het leven. Dat is geen 100% katoen, toch? Nee, ook polyester. Maar dat is mais en dat mag. Al die jurkjes zijn allemaal polyester. Ook. Papa is heel maar schattig. Ook een hele dure jurk, hè? Geen knoflook gedaan en zo. Ik heb met een hele goede zakken over. Komt dit vandaan in de De groenteboer. Slecht? Slecht? Ja, was het 1+3 graden of zo? Nee. Alles per stuk. Was het 0+5 graden? Slechte nee, kwaliteit. Een stukje munt. Ja. Wat moeten we met allemaal die steeltjes? Dat mag niet door. Dat is... Muziekbeest hoor dit. Dat is voor bij de maag en de darmstukzink. Kan die dat handig gebruiken voor het onderzoek. Dit is wat anders dan pizza. Het blijft Italiano. Italiano. Papa heeft FODMAP gekozen. Ja? Ja? Everybody has a glass of water from the swimming pool. Ja? Elina? Ja? Waar de keuken trekken? Oh, voor de red wine. Ja, voor de red wine en de wijdwijn. Wil je nog bier? Ha, kan heel mooi Engels. Ga je vandaag op de vlog voor het eerst? Nee. Oh ja. Tomato salato. Lekker hoor. Ga jij daar naast haar zitten, man? Of? Dankjewel. Nee, ik ga hier op de kop zitten. Zo. Even stukken hoor. Als jij het wel wil. Zit er nog eten tussen tanden nu? Waar dan? Ja, we zijn helemaal erin gegaan. Maar ik dacht dus, de grond, want het is heel warm. De reden, Robin. Praat tegen mij. Oh. Ja. Voor een kind of één jaar was geboren. Robin, de reden dat ik zo keek, was dat ik hem ineens een muziekje harder hoor zetten. Dus ik dacht, al dat lang zal ze leven, en al die, dat hij gewoon met zijn speaker te doen. Terwijl wij denken dat hij in de buurt is. Dat jij in de vlog komt, dus die arm dat is mijn reactie. Als zij zwanger is of zo. We gaan nog een opleiding doen, joh. Doeg! Doeg! Doei, padden! Poesmia gaat ook uitdraaien. Hé, nu zien mensen pas mijn outfit. Vandaag heb ik voor het eerst in 18 jaar een shirt zonder mouwen aan. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Met Lotte toen je een lunch of zo? Nee, nooit.
Nooit. En toen had je zei iets en dan had je spijkerjasje erover. Ja, dan werd het hier bruin. Wij zijn weer thuis, het is heel gezellig. Dit is het enige wat ik had dat een beetje bloot en zomers was. En het was eigenlijk wel een lekker zomers 35 graden outfitje. Dus dat is toppie. We gaan even op het balkonnetje zitten, even lekker afkoelen en dan lekker naar bed. Goedemorgen. Wij hebben super lang geslapen. Wel onrustig of zo, maar heel lang. Ik denk wel 12 uur in bed gelegen. En toen gingen we besluiten dat we zo even naar Muidenberg gaan. Dus ik ben even spullen aan het pakken. Ik ga nog even mascara en wenkbrauwen doen. En hij heeft ei gebakken. Ik ga even een eitje eten en dan gaan we even een luchtbad kopen bij de Maxis. Even wat lekkere dingetjes halen en dan lekker aan het strand. We hebben net even een boodschap gedaan. Nu zijn we op het strand. We zijn in Almere strand. Het is wel heel druk. Met jetski's en heel veel kinderen en zo. Maar het was lekker dichtbij. En we hebben... Bij de etels heb ik een Flody gekocht. Die is haar nu aan het opblazen. En we hebben een barbecue met wat vlees. Dat is wel chill. Het is super warm. We gaan eten op het water. Met dat luchtbed, die niet zo goed is. Dat is van de etels, maar... Het is meer voor kinderen. En ik heb dus ziek lekker. We hebben niet echt veel dingen gehaald, maar deze rijstcrackers, die naturel. Met geitenkaas van Lidl die een beetje warm is. Nou, bizar lekker. En deze chips van de Lidl. Van die handgekookt, zeg maar. Deze is echt top, want deze bevat alleen aardappel, zeezout en zonnebloemolie. Hij is best wel vet. Maar hij is echt, als je dus wat puurder wil eten zoals ik, weet wat je eet. Dus deze is echt een aanrader. Dus... Ik zie gewoon aan mezelf. Poes. Weer gaan wieder barbecuen. Na een dagje strand. Kijk. We hebben een mega barbecue. Dat was wel duur. 6 euro. Hij heeft corona. Ik ga dit wijntje proberen. En Pieter wil in mijn huis. Alamos Merlot. Pieter. Ja. Vandaag moeten we misschien... Oké, ga maar. Nee, maar hij gaat gewoon naar boven ook. Ik heb net dus een perenijsje genomen van Albert Heijn. Dat hadden we allebei genomen en ik kreeg buikpijn. Dus ik ga eens opzoeken wat daar al in zit. Ik wil zoals een slokje corona proeven. Heet het nou nu Coronita of was het een grapje? Oh ja, water, malt de orge, mais, water, gerstmout, mais en hop. Ook mais, dat mag ik wel. Koel schenken. En 4,5%. Oh, dat vind ik super lekker. Is het lichter dan normaal bier, ja? Maar qua alcohol of qua wat? Alcohol en smaak. Wow, dat zou ik echt... Maar dat is duur, hè, corona. Jammer. Nou, ik ga dit wijntje even proeven. Ik ben heel benieuwd. Maar ja, hij moet me eigenlijk even laten staan, hè? Maar ik ben te benieuwd. Ik vind het ook wel een mooie fles. Ik denk dat ik echt een Merlot-liefhebber ben. Nee, ik vind deze niet zo, hè? Nee. Weet je, nee, ik vind ze nasmaak niet lekker. Eerst dacht ik ja, en dan, ik hou niet van die wijnen waarbij je eerst denkt ja en dan nee. Of eerst nee en dan ja. Ik wil gewoon een constante smaak net als die Rioja. Snap je het? Niet lekker, hè? Snap ik. Nee, ik vind deze niet lekker. Ik denk dat je hier ook hoofdpijn van krijgt. Normaal zit echt een fles van 10 voor 5 of zo. Wat? Ja. Oh, die Merlot verkopen ze niet meer, maar normaal is je dus 10 en ik heb hem voor 5 gekocht. Wij vinden die allemaal steeds niet lekker, die 10 euro flessen. Nee, dat is wel leuk. Kun je even met je knopkont houden daar zo? Of hard? Is het niet hard? Nee. Ja, die spier er is op mijn ingeschoten. Maar ik kan beter even masseren. Even kort. Als jij olie pakt, masseer ik. Dat is een mooi aanbod. Waar moet ik dat van aantrekken? Die olie. Ja. Boven of crème? Als je boven die pot crème pakt, of een pot. Maar in dat, pas op, waar de tandenborstel ook staat, staat een grote pot. Een hele lekkere crème van L'Occitane. Maar er is een poes binnen. Dat was ik alweer vergeten. Hallo. Hallo. Hey, Pieter Veder. Was het thee boven? Hey. Gezellig hier. Hey. Pieter de Poet. Oh, een liefje. Kijk jij een liefje. Echt. Wat? Ja, die is supergoed. Die heb ik gekregen.
opeens in zat. Ja. Een heleboel. Dat was mijn amandel. Je hebt er eten in je baard. Oh. Ik vind het grappig om te zeggen. Ik vind het altijd heel leuk. Mensen vinden het ook gezellig om te zien. Vooral mijn moeder. Als we hier zo zitten te chillen. Wow, hier ook. Lekker. Dit is het goede leven, dat heb ik gemist ook. Dit waren altijd de good moments. Dat zijn grote. Maar dan als deze net te lang zijn. Hey, haast en werk niet voor jou, maar toch wil ik je hebben. Dus we gingen net met een spin spelen. We zitten nog steeds hier. Hallo, het is al bijna 11:30. We gingen nog een avondwandeling maken. En daar zit ik kijk op een bankje. Heel cute. En nu blijft hij slapen. En dan gaat hij morgenochtend naar zijn werk rijden. Dat is heel gezellig. Morgen opruimen. En hier is Fluffje. Die is de hele dag lekker los. En nu gaan we naar bed. Doei. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is nu 7 uur stipt. Ik heb net Haatse lekker om 6:30 gezet. Dan ging hij even douchen. Hij moet even langs huis, want hij was niet van plan om hier te blijven slapen. Dus hij moet even nu snel naar huis. Kleren halen voor zijn werk. En dan rijdt hij weer naar zijn werk. Dus ik heb even broodjes voor hem gemaakt en zo. Vind ik dat leuk. En nu is hij net weg. En gewoon heel leuk. We hebben nu gewoon officieel relatie. Het is nu gewoon echt zo anders dan vorige keer. Dus ik ben heel benieuwd wat voor comments er tot nu toe zijn gekomen. Over dat ik dus voor de derde keer weer bij haar ben. Maar ja, als je het verhaal kent, dan... weet je, ik wil gewoon alles delen. Maar ik vind het ook tof om uiteindelijk te kunnen vertellen dat je dus ook met falen een aantal keer alsnog een goede relatie kan hebben. Het lag niet aan de liefde tussen ons, weet je wel. Nou ja, het is nu gewoon perfect. Het is heel leuk. Het is echt niet te vergelijken. Maar ik hoop dat ik daar later wat meer over kan vertellen. In ieder geval... Nu ga ik nog even slapen. Ik ben niet zo heel morgen. Ik ga om 1 uur naar bed. We hebben echt een hele leuke avond gehad. Hallo. Molly is trouwens helemaal verliefd op haar. Heel irritant. Nou, ik ga nog even mijn bed in. En jij mag nog even hier spelen, dikke bol. Als haders ben je altijd een beetje raar. Je bent echt verliefd op hem, hè? Ja. Goedemorgen, middag. Laatste echte dag vakantie. Ik ga nu mijn nagels doen. In de bloedhitte in mijn auto zit ik. Maar... Ja, nu ik een officieel relatie heb met haar, vind ik het gewoon zo leuk om bepaalde dingen nu lekker te kunnen doen. Dit deden we daarvoor ook al, maar het is toch anders nu je officieel bent. Zijn vrienden vinden het allemaal ook zo leuk dat hij nu opengebroken is. En jeetje, het rolt rood voor me. Dat hij opengebroken is en die hoopte ook al heel erg dat tussen ons wel ging lukken. Dus nu gaan we eten bij twee vrienden van hem in Den Haag. Dus dat is super gezellig. Ja, ze vroegen ook wel, maar ja, het is super ver rijden. Maar ah joh, nagels doen, dan ga ik daarheen. Dan gaan we naar Den Haag, gaan we daar eten. Super heet. En dan ga ik bij haar slapen. Hij heeft geen airco. Lekker. En dan morgen moet ik om 2:30 of zo op mijn werk zijn. Maar ik ga eerder al om mijn klas te doen en zo. Dus de laatste dagje vakantie. Ik dacht, waarom niet? Je weet nog hoe ik ben. Het is ineens geen lieve warm. Give me the goodness. Mama, dames, is het. Mama, lekker bis. Mama, lekker bis. Mama, lekker bis. Ik ben nu de auto bij Haan. Het lijkt alsof ik hem heel lang niet heb gezien, terwijl ik hem vanochtend nog heb gezien. Verder. Nou, niet heel lang, maar niet één ochtend. Wij gaan eten. De reacties mensen ook van, oh, was dat het? Dat was het. Goedemorgen. Haast naar zijn werk. Ik slaap echt super kort de afgelopen dagen, want ik slaap de hele tijd met hem. En als hij opstaat, sta ik eigenlijk ook op. Het was een beetje laat voor de gisteren. Nou ja, 1:30 of zo laag erin, maar het was super gezellig. Ik kwam hier aan, het was zo heet. Toen heeft hij de matrassen naar beneden getild en hebben we het balkon opengezet. En hebben we hier in de woonkamer geslapen. Dat was best wel chill. Kijk, vandaag hier zo. Super chill. En dan was dit eigenlijk open. Maar er is nu een klusjesman, dus ik heb het even dicht gedaan. Het is echt heel relaxed. Maar helemaal zo met de buitenlucht. Heerlijk. Hallo. Ik ben onderweg naar mijn werk. Mensen kijken mij aan. Ik heb een cold brew latte met amandelmelk gehaald dit keer. En hij liet me een euro te weinig betalen. Maar dat mocht. Ik zei het van hun. Had hij fout gedaan?
ben van grote. Lekker, ik vind het echt, wat ik al zei, Starbucks vet duur, maar als het zo heet is, mag het van mezelf. Ik ben op weg naar werk. Ik heb een eerste gesprek met de directeur en ik heb hier allemaal spullen gekocht. Want Sean kon me dus zo helpen, daar heb ik heel erg veel zin in. En dan gaan we samen, alles moet nog gebeuren. Dus ze gaat me helpen met een beetje leuk alles inrichten. Leuke mandjes gekocht, dat ik echt even clean kan beginnen. Dat is het voordeel van verhuizen. Het is meer werk, maar je kunt echt even clean beginnen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ik moet nu nog 27 minuten rijden. Dan ben ik er 25 minuten voor dat ik mijn gesprek heb. En dan na mijn gesprek, rond 2, denk ik, ga ik met Sean beginnen. Dus ik zal ook wel wat gaan filmen daarvan. Daar heb ik echt super veel zin in. Oké, welkom in mijn nieuwe lokaal. Heel chill. Volgens mij bij mijn oude collega Suus heeft geregeld dat ik mijn oude bureau hier weer heb staan. Want die wilde ik zo graag mee. En ineens staat hij er. Die heeft veel meer laadjes en die is veel groter. Dit is dus mijn lokaal. Hier kan ik wel wat mee. Het is ook helemaal niet warm, dus ik heb hier heel veel zin in. Oh, mijn klok is er niet. Maar ja, lekker. Ik ga echt even de hele middag de tijd nemen om het echt heerlijk in te richten. En eerst moet ik even het magazijn gaan doen, want al mijn spullen staan hier en dan kunnen zij hier niet aan de slag. En dan, ja, zin in. Maar ik moet ook even een nieuwe timer, zie ik. John heeft een uur op mij moeten wachten, want het gesprek duurde 2 uur. Jeetje, Mina. Intens. Heel goed, maar heel intens. Nu gaan we het lokaal verplaatsen. Ik ben heel blij dat John er is, want ik weet nog vorig jaar. Nou, ik heb de tafels 30 keer verplaatst, zo zonder van je tijd. We gaan nu die kast verplaatsen. En ik ga een sfeerbeeld maken. Oh, die doosje wil ik zo gewoon weggooien. Zit er eigenlijk dingen in deze kast? Nee, ik dacht dat ze leeg waren. Ja, hij had vorig jaar hier kinderen zitten, maar het vond ik dan een beetje niet handig. Het is echt zo in de hoek, weet je wel. Ja. Afgezonderd. Ja, dat ik hier kasten wil. Oh, ik moet ook nog mijn instructietafel neerzetten. Die wil ik denk ik hier. Normaal had ik mijn instructietafel hier. Past dit wel? Nee, ik denk het niet. Ja, deze kan ook gewoon dat die plat staat. Dat is ook zonde van die. Nou, dan past er denk ik wel eentje precies naast, maar dat is heel krap bij de deur. Ja, dat je in ieder geval niet meer die rare verdeling hebt van zo. Nee, maar die kan toch achter mijn bureau? Die hoofd valt de kop. Dat is ook minder lelijk. Af de kop. Maar zit je wel als je bij het magazijn wil, maar hier kom je niet zo van. Ja, zit je echt in de keuken. Maar die keuze is boeiend. Meer naar voren, dan natuurlijk veel verder naar voren. Deze kan ook wel heel veel opzij. Ik ben een voetenbadje aan het doen, dat is niet lekker. Het gaat vet goed. Jan heeft de computer gedaan, laat even zien. Mag de klas filmen? Moet je de computer. Het gaat echt beter, aan het begin dacht ik echt... Het zat gewoon echt een dode man. Dat is helemaal niet indrukwekkend. Nee, maar aan het begin dacht ik echt, het gaat naar het filmpje. Maar het is echt al, ik heb geen idee hoe laat het is eigenlijk. Is het 5 uur? Nee, 4 uur. Het is 5 uur. Echt? 3 voor 5. Zo, die laatste 2 uur is super snel gegaan. Lekker badderen. Eerst haten we deze keuken een beetje, omdat het nutteloos was. Maar nu vind ik het wel chill. Ja. Alleen, wat moet je ermee doen, weet je wel? Maar je kan best leuk hier leuke spulletjes zetten. Knutte spulletjes hier gewoon zetten. Meestal is je keuken maar tot hier. Deze keuken is super groot. Iedereen's keuken is zo en mijn is zo. Echt? Ja. Het lokaal is echt anders. Maar ik haal altijd wel van anders. En ik heb 22 plekken, terwijl ik 21 keer lief heb. Ben je nu aan het zoeken? En we hebben te weinig laadjes. Oh ja, en heel veel troepen. Nee, ik weet niet of ik moet inzoomen, maar ik wou het wel doen. Ja, ik heb super veel troepen. Het is heel chill, ik ben zo erg afgekoeld nu. Nu ga ik het even ontreinigen met Dreft. Is dat gesponsord? Deze video heb ik mede mogelijk gemaakt door Dreft. Ik ga nu de camera uitdoen. Oh, dat was echt heerlijk. Ik wou echt heel leuk inzoomen, maar het lukte niet. Dat is ook zo'n challenge, dat is geweldig. Hallo. Dit is nu dus de gang. Maar er liggen allemaal dingen die ik hier gewoon niet in mijn lokaal wil hebben. Dus die leg ik nu even hier. Net namen op de kapsok gedaan. Nu de hele spelletjeskast uitzoeken. Die kast wil ik graag gaan ordenen. Maar daar is de sleutel er niet van. Dat kan ik nu niet doen. En het lokaal ziet er echt best wel chill uit. Dus daar ben ik blij mee. En ik hou van mijn keuken. En weer thuis. 7 uur. Super laat. Super heet. Binnen gelukkig iets koeler. Ik ging dus gistermiddag weg. En Sean heb ik toegevraagd of ze even naar Bolly wilde gaan. Dus die was hier vandaag.
gisteren was ze er geslapen. Het was hier tot vanochtend en toen kwam ze naar mijn school. En nu ben ik er weer. Ja, het is elke keer de vraag wie er komt. Ik of Shanna. Frambozen plus warmte is jam. Chill. Frambozensap. Ik heb trouwens bij H, bij de Jumbo, dit brood gekocht. Maar er staat dus wel gewoon water, spelt, bloem, volkoren spelt, lijnzaad, sesamzaad, tongloempitten, speldvlokken. En er staat geen tarwe. Oh, hier E472E, tussen haakjes tarwe. Maar volgens mij zit er vet weinig tarwe in. Geen buikpijn van gehad met de geitenkaas. Deze druiven zijn super lekker. Sable. En vanavond wil ik, ja, nu ik dus heel veel niet meer mag, kan ik niet meer zo gezond eten als ik deed of zo. Ik ga gewoon passen met pesto. Deze heeft geen pijnmanpit, geen cashewnoten. Wel melk en knoflook, maar in hele kleine mate. Met spinazie en een tomatensalade. En speldspaghetti. Oké, ik heb een tomatensalade gegeten en nu ga ik dus voor, niet voor die speldpasta, maar want ik had al speldbrood op. Maar voor de glutenvrije maispasta, die van de Jumbo. Appie heeft het ook trouwens, maar... Hij is super geel. En het smaakt echt wel anders. Ik heb het pas een beetje geproefd. Maar qua structuur. Ja, lijkt het best wel pasta. Nou. Ik denk dat je met een saus. Ik ben wel een echte pastaliefhebber, hoe het kleeft. Maar ik denk dat als je niet echt een zieke pastaliefhebber bent, dat je het niet proeft. En misschien proef ik het ook wel niet hoor, straks. Met die pesto. Ben benieuwd. Dit is wel echt super kleverig. Het vocht, het water gaat er ook niet echt vanaf. Het is echt een soort van bal. Dus ik denk als je hier niet super snel saus overheen doet, dat het helemaal aan elkaar gaat plakken. Heb ik het idee. Dit pakje heb ik trouwens gisteren bij de Zeeman gekocht. Voor 9 euro. En het is zo'n pakje. Van bijna helemaal viscose en een paar procent stretch iets. Oh, dit zuigt volgens mij heel veel saus op, heb ik het idee. Dus je moet echt super veel pesto op. Zie je, het is een soort van bal. En wat ik zo lekker vind aan spaghetti zijn juist, zeg maar, ik ben echt obsessief met pasta, die losse slierten. En bij dit is het super moeilijk om losse sliertjes te krijgen. Dus ik weet niet of ik het zo'n succes vind, maar de smaak. Zien jullie dit? Super moeilijk. Kijk, als je het pakt, heb je meteen een hele bal. Als je probeert een paar sliertjes te pakken, super moeilijk. Maar het kan. Laat eens proeven. Maar ja, het is echt anders. Maar puur... Door de structuur, niet door de smaak. Ik bedoel, het zijn sliertjes, maar het is een beetje... Het is gewoon wat andere structuur. En er gaat een halve pot pesto overheen. En dat doe ik bij spaghetti niet. Dus je hebt gewoon meer nodig om het... Maar ja, het is gewoon een soort van bal. Maar prima. Maar ik zou dan denk ik voor die pennen gaan of zo. Maar ja, misschien kleven die ook wel enorm vast hoor. Ja, het is niet helemaal... Ja, wat ik al zei. Dat. Dat zal er lekker aan de ene kant. Je moet naar elkaar kijken. Lekker. Nog beter. Nou, dan moet het dan. Ik heb een filmpje toegestuurd. Gisteren gingen hij en ik gingen de... Hij kon dus een paar maanden geleden... Had hij de Engels Take This Waltz. Had hij aangezet. De Engelse waltz, zeg maar. Zo. Driekwartsmaat. En ik kwam er dus achter dat hij dus geen driekwartsmaat kon. En daar ging ik zo stuk om. Dus dat vertelde ik aan zijn vrienden. En toen zette ze dat lied weer aan. Toen zei ik, kom, we gaan het even doen. En daar hebben ze dus gefilmd. Ik heb het echt al 20 jaar gekeken. Het is zo'n leuk filmpje. Ik heb net weer 1,5 uur zo met haar gebeld. Even over vandaag, maar ook een beetje over de toekomst. En echt... Ik zit dan weer die vlog te kijken. Die vlog is dus net online waarin ik vertel van ja, het was haar die tweede keer. Dat ik ging daten met een nieuwe jongen. En dan denk ik echt van, oh, ik vind het zo jammer dat ik jullie nog niet kan vertellen hoe het nou zit met haar. En dat mensen zo negatief zijn. En denk ik ook echt van, oké, als ik zie er trouwens heel oud uit met het kapsel, grappig. Sowieso zie ik laatst zetten aan mezelf dat ik ouder aan het worden ben. Dat vind ik juist leuk. Maar, dan denk ik van, oh, die vlog komt bijna online of zo over een week. Waarin ik dus vertel, hé, na de vakantie ga ik weer naar haar. En denk ik, oh, er gaat zoveel poep over me heen komen. Over hem komen, hem boeit het niet. Op dit moment, weet je, als ik dit plaats, misschien snappen jullie het dan beter, maar dat komt dan ook pas weer 2 weken daarna. Op dit moment kan ik gewoon niet aan jullie vertellen waarom hij er niet voor kon gaan. Maar geloof me, als jullie de reden gaan horen, en hij heeft ook echt iets van, als alles geregeld is, wil ik het ook wel vertellen.
We willen ook gewoon, jullie hebben geen idee en ik wil niet spannend doen, maar we kunnen het gewoon niet zeggen wat de reden is. Maar we willen ook gewoon echt een boek gaan schrijven. Ik kan best wel goed schrijven. En hij heeft het verhaal en ik ben er ook al 9 maanden in betrokken. Het is gewoon best wel een heftig verhaal. Waarom hij er niet voor kon gaan en zijn hele geschiedenis daaromheen. En dat is dus nu aan het oplossen en over een paar maanden waarschijnlijk klaar. Maar omdat het dus in gang gezet is, kon hij er nu wel voor gaan. Dus we hebben nu gewoon een officiële relatie. En alles gaat super, echt fantastisch. Ik heb niks te klagen. Beste toekomst ooit. We hadden het net ook over de toekomst. En we hebben zoveel plannen en dromen. En ja, we leren elkaar nu ook alleen maar beter kennen. Want hij is helemaal open aan het bloeien. En waarom hij open bloeit en het ineens wel kan, heeft ook weer een andere reden. Maar dat kan ik allemaal nu niet vertellen. Omdat het op dit moment allemaal nog niet op het internet kan. En daarom zit hij ook nog niet in de vlogs. Het heeft allemaal daarmee te maken. En het gaat allemaal komen. Hij komt in de vlogs. Er komt meer duidelijkheid over. Dat wil ik gewoon graag vertellen. Puur omdat ik... Ja, het beeld dat rond haar hangt is zo vertekend. Omdat jullie het niet kunnen begrijpen. Kan niet. Kan ik jullie ook niet kwalijk nemen. Dus heel veel respect voor die mensen die dus geen idee hebben. Net als iedereen, maar alsnog zo lief zijn. Van ja, Charlotte voelt, dit voelt goed, dus later. De mensen die niet zo zijn, snap ik ook. Jullie willen me waarschuwen. De ene doet dat met een lieve toon, helemaal top. Sommigen onaardig, prima. Dat raakt me niet zozeer, maar ik baal ervan dat ik niet kan vertellen hoe hij is. En waarom hij zich niet kon binden. Want er is zo'n verkeerd beeld aan mannen die zich niet kunnen binden. Het is niet het stereotype. Prachtig, zee, zegt hij. Dat is echt een mooi moment, dat filmpje. Maar ja. Kijk, weet je, ik weet dat ik een super goede toekomst tegemoet ga nu. Ik vind het tof dat ik gewoon nu voor de 3 keer scheepsrechten doe. 100% zeker weten dat het gaat worden. Hij ook, geen twijfel over mogelijk. Familie, vrienden, iedereen is zo supportive. Vooral aan zijn kant. Want daar hadden ze allemaal niet meer verwacht. Dat kan ik denk ik wel zeggen. Hij is 5 jaar lang alleen geweest voordat hij mij trof. En toen wilde hij zich dus weer gaan openstellen voor een relatie. En toen ontdekte hij dat gezien de situatie dus nog niet kon. Gek op mij, maar wat hij daarvoor moest doen, zeg maar, om het wel te laten lukken, was zo heftig dat ik het niet aandurfde. En toen ik het dus voor de 2e keer uitmaakte, was zijn besef zo erg van jeetje, deze vrouw wil ik echt niet kwijt. Ik kan het gewoon niet. Ik ga dit hele moeilijke wat ik moet doen, ga ik gewoon nu doen. En dat is nu dus bezig. En daar ga ik jullie later meer over vertellen. Maar dat kan nu nog niet. Dus. Nu ga ik naar bed, want morgen ga ik naar de dokter. Voor een doorverwijzing voor spataderen weg laten halen. Hey. Op de been, als ik sta, zie je dat heel erg. 2. Kano-arts. Voor dat ik niet door mijn neus kan ademen. Haas, hij laat zeggen mij C. Wij noemen elkaar ook H en C trouwens. Ik noem hem H tegenover zijn familie ook. C, ik weet waarom je altijd kilpijn hebt. Je kan niet door je neus ademen. Zei ik, ja, dat klopt. En heel veel in mijn familie hebben dat. Dus daar ga ik even wat voor vragen bij KNO. En over die amandelen. En dan ga ik nog een doorverwijzing vragen voor een bepaalde dokter in het AMC, oogziekenhuis, oogafdeling. Omdat in mijn familie er een erfelijke aandoening is, wat heel heftig is wat betreft je ogen. Dat je bijna niks meer kan zien. En dan ga ik laten onderzoeken of ik draagster ben. En als ik draagster ben, dan... De vrouwen zijn draagster en de mannen kunnen het krijgen, geloof ik. Best wel heftig. En met haap ik natuurlijk ook over kindjes en... Het is wel goed om dat nu te laten onderzoeken. Vooral omdat ik nu ook over mijn eigen risico al heen ben en zo. Is dat handig? Zodat ik zo snel keelpijn krijg, blijft het ook graag. Ik heb nu super veel keelpijn. Geen idee waarom. Dus dat moet onderzocht. 3 dingen wil ik een doorverwijzing. En daarna ga ik even langs oma en Lara. Mama van mama. En dan ga ik daar naar het ziekenhuis in Hilversum. Tergooi. Voor... De eerste keer maag, lever, darm. En ik heb gehoord dat er misschien al wat gedaan wordt met een duim. En daar heb ik echt totaal geen zin in. En nu ga ik slapen. Slapen. Doei. Hallo jongens. Hey, wat een leuk jurkje heb ik aan. Ik heb ook helemaal geen andere jurkjes. Ik ga straks... Nou, maakt niet uit. Ik ben nu in Laren. Ik heb echt een super nuttige dag. Dat is wel heel erg fijn. Ik ben naar de dokter geweest voor dus een doorverwijzing om spataderen. Helaas is dat cosmetisch, dus moet je wel zelf betalen. Maar daar heb ik een doorverwijzing voor. Dus die mail zit in mijn... dat berichtje zit in mijn mail. Die moet ik zelf bellen. Dan heb ik een doorverwijzing voor KNO-arts. Dat ik heb verteld. Mijn vriend zegt ook, hey, je ademt helemaal niet door je neus. Je wordt wakker met keelpijn. Je kunt niet door je neus ademen. En dat weet ik zelf ook, wat keelpijn, bla bla. Soms nat oor, gewoon rare dingen. Maar goed, dus daar heb ik een doorverwijzing voor. Die bellen mijzelf. Dat is heel erg fijn. Allemaal in Tergooi.
Ik wil eigenlijk echt even in de schaduw parkeren. Het is zo niet normaal heet zonder airco. Een dwarfriding voor een... Ik weet de naam van de oogziekte niet. Zij kende het niet eens. Daarvoor moet ik dan maar naar het AMC. Nu ga ik een uur naar oma, want de dokter liep heel erg uit, helaas. Dus ik heb een uur bij oma en dan ga ik naar Tergooi Hilversum voor de maag-lever-darmafdeling. Waarvan ik dus geen idee heb wat er precies gaat gebeuren, maar ja, dat is gewoon de key van mijn vermoeidheid. En die problemen zijn echt niet meer oké. Deze dokter zei zelfs, oké, je hebt al heel erg veel voor een 27-jarige. Ik zei van, ja, I know, ik vind het ook niet leuk. Maar, nou ja, goed bezig. Toppie. Ondertussen ben ik helemaal happy. Gewoon omdat het nu natuurlijk met haar allemaal goed gaat, scheelt het ook enorm in de vermoeidheid. Hallo, ik sta op de wc, want ik wist niet waar ik anders moest vloggen. Even kijken. Ik ben dus bij de arts geweest, hele aardige vrouw. Ik moest ook even mijn blote buik laten zien. Ik vind dat verschrikkelijk, ik moest voelen. Zij zei, ik heb een prachtige buik. Heel serieus genomen, ik had wel aangegeven, ja, ik hoor wel van veel mensen toen ze natuurlijk over PDS begonnen. Van, ja, als ze niet weten zeggen ze vaak PDS, bla bla, maar... Ik heb wel zelf ook echt het idee dat het PDS is en dat het met voedselintolerantie te maken heeft. Dus ik had ook wel verwacht dat dat haar conclusie voor nu zou zijn. En daar ben ik op zich ook wel oké mee, want ja, ik ben al zo lang dit aan het onderzoeken. En ik merk ook gewoon dat het heel erg in verbinding is tegen met voeding. Oh, haar belt me. Hey. Oké, net dus bloed geprikt op C-reactief proteïne en calcium. Ik dacht, ik doe het maar meteen. Deze deed wel meer pijn dan de vorige, maar niet duizelig omdat ik dus nu gewoon gegeten had. En dan moet ik ook nog ontlasting inleveren, wat ik dus hoop dat ik dat nu meteen kan doen, voor calprotectine. Ik vertel het trouwens gewoon in de auto verder. Nummer 2. Juist. Dus 4 keer per dag? Juist. Wow, ik moest echt een half uur bij de apotheek wachten. Dat duurde allemaal heel lang. Het is al 4 uur. Ik ben 2,5 uur in het ziekenhuis geweest. Bizar. Maar wel goed. Ontlasting, ja, ik kon nu niet ontlasting geven, dus dat moet ik nog doen. Ik heb dus al 2 keer, ik heb dus al bloed geprikt, ik heb al ontlasting, maar het is dan weer voor wat anders. Ik wilde heel graag naar Hilversum gaan, toen dacht ik het is te heet, maar ik ga toch even naar het centrum. En ik wil zo graag even iets van kleding zonder mouwen kopen. Ik heb laxeermiddel gekregen, zei dat heb je vast al gehad. Zei ik nee, ik heb eigenlijk nog nooit laxeermiddel gekregen. Dus nu heb ik gekregen wat je zeg maar moet doen voordat je een darmonderzoek krijgt, een grote darmonderzoek. Ik ben daar heel benieuwd naar, hopelijk... Ja, laxeer werkt tot nu toe steeds niet echt. Natuurlijke laxeer of laxeer uit de supermarkt. Of van die pillen, stoelgangpillen of zo. Ik heb niet echt laxeer geprobeerd ook. Helemaal niet. Het is best wel raar misschien. Dus ik hoop dat dat echt wat gaat doen. Dat zou heel fijn zijn. Dat het in ieder geval even wel de zooi eruit is. Want het gaat gewoon echt niet goed. En dan mag je dus wel een dag niks eten. Even kijken wanneer ik dat kan doen. Want eigenlijk als ik het niet morgen doe. Ja, dit weekend kan het ook niet. Ik doe het liever op... ja, mijn hele lokaal gaan inrichten en zo. Zonder te eten is niet zo heel fijn. Maar goed, even kijken wanneer ik dat ga doen. Ik wil er niet te lang mee wachten. Volgende week op mijn vrije werkdag heb ik weer een high tea van Lot, dus dan kan het ook niet. En dan daarna heb ik psylliumvezels of zo. Wordt ook niet vergoed trouwens, maar dat was 8 euro. En dat moet ik dan daarna gaan nemen als ik weer ga eten. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan gaat het waarschijnlijk PDS zijn. En moet ik dus met de volgende keer over 5 weken ga ik bellen met de dokter. Even alles bespreken hoe dit is gegaan en de uitslag. En dan moet ik waarschijnlijk naar een diëtist om dus te gaan met FODMAP of iets te gaan werken. Dus... Oh my god, hoe grappig ziet dit eruit. Helemaal gevuld met ijs. Als je echt koud drinken wil, moet je gewoon je hele beker vol ijs doen. Dan heeft het zweet niet zin, geen zin. Heerlijk. Die normal ijsblokjes ben ik zo blij mee van de normal. En dit was 1% gratis. Ik vind het niet eens heel lekker. Het is best wel zuur, maar het voelt gewoon alsof je op een terrasje zit met zo'n drankje. Ik maak echt een heel raar gerecht wat ik nog nooit gemaakt heb. Vrij is blijkbaar ook niet goed voor FODMAP. Alleen het meest groene stuk. Maar ik heb dus het meest witte weggehaald. En het lichtgroene en donkergroene gebruikt. En nou ja, het is dus niet zo dat alles van FODMAP slecht voor mij is. En de arts zei ook van, nou ja, weet je... Je hoeft daar nu niet mee te beginnen. Dus ik heb wel ui, knoflook, niet gedaan. En dingen waarvan ik zeker weet dat ik er niet tegen kan. Zoals tofu en bonen. Nou, dat ga ik gewoon niet meer eten. Want ik maak te veel pijn in mijn darmen. Maar ik heb dus prei, rode paprika, olijfolie. Die pesto van gisteren. Kalamata olijven. Zout en peper. En dan heb ik hier die spelt spaghetti. En dan ga ik daar deze saus erin gooien waar ook ui in zit. Maar dat is toch anders. En super raar gerecht. Maar ja, ik zal wel weer meer gaan koken. Want werk gaat weer beginnen. Ik heb zoveel op terrasjes gezeten. En ja, dit is mijn voedsel. Ik pak de saus erdoor en klaar. Trouwens, deze hangers gekocht bij Primark. Ik wilde echt al super lang zoeken hangers. Maar ik dacht altijd van nee.
duur en ik heb ze allemaal in het zwart. Dus dat is niet mooi, dan moet ik ze helemaal gaan vervangen. En toen zag ik deze, volgens mij waren ze normaal altijd duurder als ik ze zag. Dit is 3,50 voor 10. Superleuk. Pastel is het dus. En ik dacht, die zijn superleuk. Ik heb er 2 gekocht voor aan mijn witte rek. Want daar hangt niet zoveel kleding. En dat ik daar dan 20 van zulke hangers heb, vond ik heel leuk. Kleding vinden in de winkels vind ik echt niet te doen. Ook niet met de hitte, maar sowieso vind ik het lastig. En ik heb ook een heel leuk tasje nog, omdat ik vaak ook naar Haga en zo. Oh, even kijken. Hij zit vast. Hier past net iets meer in. Hij is dus pastelgeel, 4 euro. Vind ik gewoon echt super leuk. En verder niks volgens mij. Nee. Dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. En dan zie ik je bij de volgende weekvlog. Doei!